Jezus. Ja. Oké, okay, go. Oh, wacht. Nee, juist niet. Nu is het moeilijk, hè? Ja. Nu word ik gespannen. Wat zeg je? Wat? Goedemiddag, welkom bij Generate Live. Ik ben Charlene Bies. Hoi, ik heet Meerte Doets, welkom. Meerte, welkom in de uitzending. Dankjewel. Meerte, welke opleiding doe je? Ik volg de opleiding communicatie. Ja, waar doe je dat? Voltijd in Diemen. In Diemen. Hogeschool in Holland, ja. Oké, okay, en waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Ja, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik hiervoor heb ik sociaal-pedagogisch werk gedaan. Ja. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk alleen met kinderen werken. Die richting had ik gekozen. En ik dacht dat ik dat ook echt leuk vond. Maar toen ik stage ging lopen, kwam ik erachter dat, ja, dat ik mijn creativiteit helemaal niet kwijt kon in die opleiding. En dat ik me, ja, dat ik niet voor me zag dat ik mijn hele leven in die sector werkte. Dus toen ben ik een andere opleiding gaan kijken. Een beetje reclamegericht. En toen kwam ik eigenlijk na de open dag erachter dat ik dit wel heel leuk vond. Oké, okay, dus van de baby's naar de reclame. Ja. Dat is wel een hele grote stap. Ja. Maar wel heel leuk. En wat heeft je echt ertoe gedreven? Want je zegt dat je het zat was om zeg maar met de baby's te werken. Of het zat, dat zei je eigenlijk niet. Maar je was een beetje zat om met de baby's te werken. En toen dacht je van, ik ga wat anders doen. Ja. En reclame, waarom reclame? Nou, ik kijk sowieso al vanaf kleins af aan altijd naar reclames. Als iemand het wegzet, dan word ik eigenlijk een beetje boos. Omdat ik altijd aan het oordelen ben of het wel bij een product past. Ja. En ja, ik vind buitenreclame ook heel interessant. Ja, wat me nou precies trekt, weet ik niet. Maar dat heb ik gewoon vanaf een jaar of 12 of zo, dat ik me daarmee bezig hou. Oké, dus het is eigenlijk gewoon een passie die een beetje in je En slogans, dan denk ik van, dat past er niet bij. Of iemand die verkeerd gecast is of zo. Ja, dat interesseert me gewoon heel erg. Oké, en je doet het in Diemen? Ja. En waar woon jij zelf? Ik woon zelf in Amsterdam, in Bos en Lommen. In Bos en Lommen? Ja. Oké. Okay. Woon je daar lang? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Zaandam. Ja. En sinds 2 jaar woon ik in Amsterdam. Samen met een vriendinnetje. En bevalt het nog heel erg? Of? Ja, heel erg. Ja, het is wel ver reizen naar Diemen, maar bevalt me zeker. Ja. En Amsterdam, dat is meestal de stad van het leven. En daar gebeurt heel veel. Ga je ook veel stappen? Ja, zeker in het eerste jaar. Toen echt heel veel. Maar nu moet ik natuurlijk wel een beetje serieus met mijn studie. En ik heb natuurlijk ook een bijbaan, anders kan ik het allemaal niet betalen. Maar nu valt het wel mee. En wat voor werk doe je dan erbij, daarnaast? Ik werk in de horeca daarnaast. Maar eigenlijk wil ik een beetje een gerelateerde bijbaan gaan zoeken. Ja. Yeah. Voor bij mijn studie. Communicatiegericht, omdat het me wel handig lijkt. Maar ja, ik moet ook een beetje realistisch blijven. Ik moet natuurlijk wel een beetje geld binnenhalen. Want ik moet mijn huur en mijn eten wel betalen. Ja, dat is zo. En hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 22. Oké. Okay. En heb je nog hobby's? Ik kook heel veel. Ja? Gewoon voor vrienden. Gewoon op amateur hoor. Maar ik ben echt verslaafd aan koken. En ik loop hard. Oké. Okay. Ja. En als je zeg maar, je zegt dat je het over koken hebt. Haal je nog ergens inspiratie vandaan of? Vind je nog eten uit een bepaald land heel erg lekker? Of ben je gewoon, je probeert van alles? Ja, de Italiaanse keuken vind ik heel lekker. En ja, Jamie Oliver. Oké. Okay. En hardlopen, hoe vaak doe je dat? Ik probeer 3 keer in de week. Ik train voor de Damsterdamloop. Ja. Maar ja, meestal blijf ik hangen op 2 keer. Ja. Oké, okay, toch wel goed van je. Want je doe je en school en je hebt nog een bijbaan. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog een sociaal leven in elkaar. Ja. Dus oké, okay, wat goed. En ik ga toch weer door over het koken, want dat vind ik zelf ook heel leuk. Maar doe je ook aan bakken? Bak je bijvoorbeeld cakejes? Of nee, dat kan ik helemaal niet. Nee? Daar bak ik niks van. Oké. Okay. Mooi gezegd. En eigenlijk wil ik nu weer de tijd nemen voor vragen uit het publiek.
Ja. Jij daar. Ik vroeg me af, want zou je naar deze opleiding nogal door willen studeren? Nou, aangezien ik natuurlijk wat ik net al zei van sociaal-pedagogisch, waar ik heb afgerond. Daar heb ik al 4 jaar, had ik 1 jaar studievertraging. En deze opleiding duurt 4 jaar communicatie. En dan ben ik al 8 jaar bezig. Ik denk dat ik er dan wel ondertussen genoeg van heb. En dat ik een beetje zelfstandigheid wil echt. En toch wel ga kijken naar een serieuze baan. Maar als er een goede cursus op mijn pad komt of iets anders in die richting, dan zou ik daar zeker voor openstaan. Dus bijvoorbeeld wel een opleiding nog van 1 jaar erbij? Ja, precies. Ja. Misschien in combinatie met dat ik al aan het werk ben. En wat lijkt jou de ideale baan om te hebben? Ja, ik zie mezelf wel werken voor een groot merk. Ja, je begint misschien niet bij een groot merk, sorry. Maar toch een beetje de advertising kant, de reclame. Mm-hmm. Ja. Oké. Leuk. Ja. Dankjewel. En dan komt mijn volgende vraag. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar zie ik mezelf nog steeds in Amsterdam. Dan ben ik als goed is 1,5 jaar klaar met mijn studie. Dan heb ik uiteraard een groot huis gekocht. En ik werk ergens op een fijne werkplek. Ik hoop een beetje in de richting van Amsterdam. In de buurt van Amsterdam. Zou helemaal mooi zijn als ik met de fiets heen kan. Want ik heb een hekel aan het openbaar vervoer. En bij een bedrijf waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Waar een goede sfeer hangt. Waar gemotiveerde mensen werken. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het belangrijkste eigenlijk voor mij. Oké, je zegt dat je een groot huis wil hebben gekocht. Dan moet je wel hard aan de bak, hè? Ja, dat ga ik ook. Oké, nou, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor je tijd. En nog een fijne middag verder. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel.